De stoommachine die tot 2009 de hal van de HTS aan de Vondelstraat in Leeuwarden sierde, is dit weekend tijdens Open Monumentendag in volle glorie te bewonderen in de Blokhuispoort. Toen de school werd afgebroken moest men op zoek naar een nieuwe bestemming voor de machine. De stoommachine werd overgenomen door de stichting Gerben van de Kooi voor industrieel erfgoedbeheer. Die liet hem opknappen door het plaatbewerkingsbedrijf Sjoerd Meijer. We hebben al een jaar of acht. We hebben de Suti HTS weggehaald. Hij is weer opgebouwd, zodat hij behouden bleef. Hij stond eerst in de school, in de technische school aan de Vondelstraat. Die kon hem niet langer gebruiken en toen hebben wij hem overgenomen met de bedoeling om hem te herplaatsen in de gemeente. Daar zijn we nu al jaren mee bezig, mee in gesprek. En de locaties die opdoemen, die blijken dan op iedere keer toch weer te mislukken. Maar we hebben nu ons oog laten vallen op het Milieupark, op Schenkerschans, en hopen dat dat een kans biedt. Wat is het verhaal achter deze machine? Want het is een enorm ding, geloof ik ook hartstikke zwaar. Ja, hij weegt, hier staat een 14,25 ton, weegt hij. Het is een compound stoommachine, twee cilinder in lijn. En die heeft hier heel lang in de houtzagerij staan. En wij hebben hem verder verzorgd en in de opslag gehouden, in afwachting van de definitieve bestemming. De gemeente Leeuwarden heeft de machine tot roerend gemeentelijk monument verklaard. Het vervoer van de 3 ton zware kolos naar de binnenplaats van de Blokhuispoort was een hele operatie. Dat is inderdaad een hele operatie, maar we hebben het ervoor over om het te laten zien aan de mensen. Onze stichting die heeft als doel industriële archeologie wat levend te houden en het aan de mensen te laten zien. Dus dit was een goede gelegenheid.